De koffie loopt. Sterker nog. Kijk, beter. De eerste bak is klaar. Gerrit, je hebt de koffie al klaar. Dadelijk breekt de storm los en stroomt het weer vol. We hebben heel eventjes om bij te praten over ons inloophuis. Amsterdam is helpen. Amsterdam is waar jij coördinator van bent. Als je nu kijkt, zeg maar, ongeveer 3-4 weken geleden, hoe het toen ging en wat je nu aan het doen bent, wat zijn de verschillen? Ja, voor mijn gevoel is het misschien wel 100 jaar terug, zeg maar. De verschillen zijn zo enorm groot. Eerder was de inloop, ja, echt een inloop zoals de naam al zegt. Iedereen komt naar binnen en loopt weer naar buiten wanneer ze genoeg hebben gehad. Er kunnen dan, zeg maar, zo'n beetje 50 mensen in het gebouw. Ja. En dat is nu totaal anders. Nu mogen er maximaal 20 mensen binnen. Yeah. We kunnen minder vrijwilligers binnen hebben, omdat je in de keuken ook niet superveel ruimte hebt. Dus dat betekent dat we nu een cateraar in de arm hebben genomen die voor ons de maaltijden bereidt en hier kant-en-klaar aflevert. En dat we de toilet in ons gebouw niet meer kunnen gebruiken. We hebben buiten 2 dicties staan. Die zijn net schoongemaakt door de vrijwilligers die binnenkomen lopen. En ja, dat is dus totaal anders. Met 20 mensen betekent het dus ook dat je, ja, wel al die 50 mensen eten wil geven. En dat moet je dus in meerdere keren doen. We draaien shifts van hey Alex. Een uur. Hey, Matthijs. Ja. Mooie jongens uit het studentenhuis die hier uit de buurt komen, zeg maar. Die nu wel wat tijd hebben om ons te helpen. Dus waar onze vaste vrijwilligers de meeste afgehaakt zijn, komen er weer nieuwe vrijwilligers voor terug in deze periode. Dat is hartstikke mooi. Mooi. Ja, je was bij die maaltijd. Ik kan vertellen over de maaltijden. We doen 2-3 shifts waar 20 mensen binnen kunnen komen. We proberen in de zaal zoveel ruimte te creëren dat iedereen, zeg maar, voldoende afstand van elkaar kan houden. En doen dan 2 en soms 3 shifts. Ligt een beetje aan hoeveel mensen er zijn. En zo heb je toch elke dag weer voor 50 mensen de ruimte om eten te geven. Ja, precies. Is het is keihard werken, want je doet ook de tweede mijl, 2 inloophuizen. Hoe druk ben je? Ja, dat is weer heel ouderwets. Ik heb jarenlang een eigen bedrijf gehad waar ik veel uren maakte, zeg maar. En ik maak nu nog meer uren. Zo. Bij de 60 stop ik met tellen, zeg maar, per week. Goeiedag. Zo. Ja, nou ja, dat is nu even nodig. En we zijn nu wel, zeg maar, de staf een beetje aan het uitbreiden. We hebben wat mensen van de shelter erbij. Hey, ik zit me af te vragen. Ik kom nog wel eens binnenlopen en dan zie je eigenlijk dezelfde groepjes, bezoekers, meestal aan dezelfde tafels. Volgens mij zitten die best wel een beetje vast aan hun eigen plekje en vastigheid. Dus wat doet dit met hun, dat het nu allemaal zo anders is? Ja, dat is een grote uitdaging. We hebben bijvoorbeeld mensen die altijd aan de bar hangen met z'n tweetjes. Gewoon samen hun eigen hoekje hebben. En die dan toch naar de bar toe lopen, terwijl daar eigenlijk geen ruimte meer is. En dan ga je met ze in gesprek en leg je dat uit. En dan vinden ze dat wel lastig, maar dan zoeken ze toch geen plekje. Iedereen snapt wel, zeg maar, dat er wat moet gebeuren. Ja. En ook de gasten die binnen zijn, ja, die zijn eigenlijk wat rustiger als normaal misschien wel. Iedereen heeft wel iets over zich van, er gebeurt iets heel bijzonders. Ja, precies. Ja. En dat merk je ook wel in de reacties van de gasten. Ja. Er gaat ook geen dag voorbij dat bijna iedereen even naar je toe komt. Dankjewel, fijn dat jullie nog open zijn. En mooi. In allerlei talen. Ja, de mensen spreken het wel uit. Ja. Dan zie je ook nieuwe mensen nu, andere mensen? Ja. Ja, oh. Maar dat is ook inherent aan wat wij doen. Er zijn dus een beetje, ik denk 12, 13 inloophuizen in Amsterdam. Dus niet iedereen gaat altijd naar dezelfde plek. En dat wisselt regelmatig. Ja. En hoe zijn de contacten met de gemeente op het moment? Want ik las ook dat ook in de politiek natuurlijk over gepraat wordt. Gelukkig, de opvang voor daklozen. Ja, de contacten zijn hartstikke goed. We spreken zeg maar, elke week 2 keer met elkaar af, onder leiding van de GGD. Daar zitten de coördinatoren van de inloophuizen, zitten mensen van de GGD, mensen van de gemeente Amsterdam en andere belanghebbenden. En daar wordt zeg maar, de werkwijze worden doorgesproken. Merk je ook angst van de bezoekers? Zijn ze bang om corona te krijgen? Ja, er zijn bezoekers die echt bang zijn, die zeggen van breng alsjeblieft even mijn maaltijd buiten, want ik durf niet binnen te komen. Ja. En aan de andere kant is dat er mensen zijn die zeggen, waar heb je het over, die gewoon er totaal geen rekening mee houden. En daartussenin zitten weer allerlei andere mensen. Ja. Ik heb ook de meest bizarre complots al langs horen komen, dat gebeurt hier. Ja, precies. Je eigen gezondheid en die van je medewerkers, ben je daar wel eens bang voor?
Nee, ik ben niet bang. Nee, gelukkig niet. Nee. En we proberen zo goed mogelijk ons best te doen. En ja, je mag ook een klein beetje vertrouwen hebben, denk ik. Ja, precies. Hey, wat motiveert jou om dit te doen, om nu ineens meer dan 60 uur in de week te werken voor deze mensen? Ja, ik hou gewoon van deze gasten en we willen graag open blijven om er voor hen te zijn, zeg maar. Ja. Op dit moment haken er veel vrijwilligers af vanwege leeftijd of omdat ze zorgtaken op andere plekken hebben. Ja, het is gewoon van belang dat we doordraaien en ja, dan geven we gewoon even een beetje gas bij. En, ja. Ja, dat. Mooi, ja. Hey, bedankt voor dit gesprekje. Fijn dat het even kon en succes vandaag weer. Ja, helemaal goed. Dankjewel. En jij ook een fijne dag. Dank je.